Ik ben Anita Witsier en ik ben presentatrice bij KRO NCRV. En jullie kennen me misschien wel van Anita wordt opgenomen en de reunie. Ik ben ongeduldig, ik ben slordig, ik ben pragmatisch, ik hou van logistiek. Ik ben lief, ik ben soms grappig, ik ben plichtgetrouw, punctueel. Ik vind het een eer om mee te mogen doen. Aan Wie is de Mol, zeker aan deze jubileumeditie. Ik heb het lang niet aangedurfd. En nu dacht ik, ach, waarom ook niet? Het lijkt me echt super gaaf. Een goede mol moet van gedaante kunnen wisselen. Die moet zowel in de groep erbij kunnen horen, maar die moet ook heel goed kunnen observeren en luisteren, zodat die mensen tegen elkaar kunnen uitspelen. Dus die moet op meerdere fronten actief zijn. Angst heb ik niet zozeer. Nee. Geen claustrofobie, geen hoogtevrees en zo. Nee. Spinnen. Daar hou ik niet van. Ik heb me natuurlijk heel erg afgevraagd hoe ik me kan voorbereiden op programma's zoals dit. Ik heb wat teruggekeken. Ik heb na zitten denken over tactieken. Wat je kan doen om je als kandidaat te manifesteren in het spel om erin te blijven. En verder voorbereid. Ja, zorgvuldig mijn tasje gepakt.